Dames en heren, je krijgt gasten en er is een heel groot evenement in Wijchen. Alle hotels zijn vol en je wil ze te hard toch onderbrengen. Wat ga je dan doen? Dan zoek je naar een bed and breakfast. Ik ga vandaag praten met Marjan Grotens. Hartelijk welkom in de uitzending. En jij bent eigenaar van een bed and breakfast in Leur. Voor we daarover gaan praten wilde ik vragen of jij je wil introduceren aan de Wijchenaar, dat ze weten wie Marjan Grotens is. Ik ben Marjan Grotens, ik ben in 1972 in Wijchen komen wonen en ik ben in 1995 naar Leur gegaan. En ik heb eerst een praktijk opgezet in Wijchen, een praktijk in de voedverzorging, heb ik meegenomen naar Leur. En later heb ik dus opgestart een bed and breakfast, want dat was altijd nog een wens van doe eens iets met gasten. En dat is gelukt, dus deze twee activiteiten gaan samen. Ja. Ja. Hoe ben je in Wijchen terechtgekomen? In Nijmegen was toen geen woning voor ons. Wij woonden op een flat en toen zijn we uitgeweken naar de dorpen en dat is Wijchen geworden. En dat was de... De Aalsburg zijn we begonnen. De wijk Aalsburg, de eerste echte nieuwbouwwijk na Noord in Wijchen. Ja. En daar heb je toch 23 jaar gewoond? Niet al door op 7 jaar op de Aalsburg en 19 op de Blauwe Hof. Op de Blauwe Hof. Ja. En dan wordt de Ruffelsdijk aangekocht door jou. En dat is eigenlijk wel een beetje een keerpunt in jouw bezigheden. Want naast jouw voedverzorgingspraktijk ga je daar een bed and breakfast beginnen. Hoe is dat allemaal gegaan? Nou, omdat het leven bij mij niet helemaal ging zoals bij iedereen. Op een gegeven moment had ik zo het gevoel van dit huis wat we zelf gebouwd hebben, dat is mijn langste tijd geweest. Ik moet iets anders doen. Ik moet denk ik heel mijn leven eens op een andere manier verder gaan. En toen is eerst mijn huis te koop gezet. En altijd in de gaten gehouden of het op de Ruffelsdijk ook nog te koop was. En dat lukte. Dus in 1997 zijn we dus naar de Ruffelsdijk gegaan. Ja. En van het begin af aan heerlijk wonen. Ja. Ja. En je hebt dat gekocht en dan ga je verbouwen, neem ik aan. Ja, ja. Het moest een eigen huis worden. Dus we hebben eigenlijk het huis om mezelf heen gebouwd. Zodat het weer een plek werd waar je je thuis voelde. En dat was van ons. Ja. Toen met mijn jongste zoon erbij, Wout-Jan. Ja. En die bed and breakfast, staat die los van het huis of zit die in het huis? Die zit in het huis en een gedeelte los. Dus waar de mensen overdag verblijven. Dat staat los van het huis, maar dat is 10 stappen en dan zijn ze daar. Ja, ja, maar de slaapkamer of slaapkamers? Gastenkamers noemen wij dat altijd. Ja. En de badkamers zijn onder één dak met mijn privé. Ja. Ja, ja. Wat is een bed and breakfast precies als je dat afzet tegen een hotel en een pension? Ja, dat is net een klein beetje meer, een klein beetje anders. Het pension is het niet, want daar eten de mensen 's avonds ook nog een warme maaltijd. En dat doen wij dus meestal niet, op een uitzondering naar. Het is eigenlijk een bed and breakfast is voor de toerist die onderweg is. Dat was de oorsprong. Ja. Maar op het moment komen er steeds meer activiteiten bij. Wij zorgen dus ook vaak dat er meerdere dingen omheen zijn. En nu komen ook veel zakenmensen, maar het is ook waarop ik mijn bed and breakfast ook op ingericht heb. Als je zelf geen logeergelegenheid hebt voor je gasten thuis, dan kun je mij ook bellen en vraag je, kunnen mijn ouders die een rollator hebben of wat ook bij jou overnachten? Dat kan, ja. En het is rollator aangepast. Ja. Ja. De badkamer is aangepast en ook de ingangen en de ruimte daaromheen. Ja. 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 Een voedverzorgingspraktijk heeft een ander btw-percentage als een bed and breakfast. Dus je hebt een hele, want de voedverzorging doe je ook nog steeds, je hebt dus een hele organisatie met btw. Klopt. En dat is, de btw gaat dus nu naar 21% voor de voedverzorging. En bij het bed and breakfast is het 6. En dat is natuurlijk heel vreemd. Ze noemen het bed and breakfast is verzorgend. Hè, dat hoort tot dagelijkse behoeften. Dat is vreemd. Terwijl het eigenlijk... Het pedicure, dat is medisch, hè? Dat komt nu steeds meer in de medische wereld terecht. Dus je zou zeggen, ze zouden dat gelijk kunnen rechttrekken. Maar ze hebben het niet gedaan en de bond heeft er dus ook heeft het ook niet voor elkaar gekregen. Het is jammer, want zo maakt het voor iedereen moet het bijna zelf betalen. Maakt het dus een beetje duur, lastig. Als je nou maar voor mij als financiën is het natuurlijk niet zo moeilijk, want daar heb ik een accountant voor. Ja, ja. Ik moet het goed aanleveren. Maar je zit wel met verschillende btw-tarieven, ook in de aftreksfeer. Ja. En dat is toch wel wat meer dan normaal. Dat klopt. Ja. 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 Als je nou zo'n bed and breakfast hebt, dan heb je geregeld gasten. Kun je dan nog wel eens weg? Ja, ik kan weg. Ik kan het regelen dat iemand anders het voor me overneemt. Toevallig dit komend weekend zo. Dan ga ik naar mijn vakantiehuis en dan neemt iemand anders het van mij over. Dat is natuurlijk wel heel geregeld. Want die moet het wel zo doen zoals ik het graag wil. Ja, maar die gasten lopen dan door jouw huis heen? Nee, die hebben niet. Nee. Dat is een afgesloten geheel? Dat is een afgegrendeld geheel. Okay. Ja, die lopen niet door mijn huis. Nee. Oké, dus dat is voor hun prettig qua privacy? Ja. En voor jou ook? Voor mij zeker. Ja. Zeker ook omdat je dus die privacy voor jezelf moet je wel heel hoog houden. Want anders dan red je het denk ik ook niet. Ja. Dus dat gastenverblijf is echt aan de ene kant van mijn huis en ik woon aan de andere kant. Ja. En daartussenin hebben we dus een linnenkast gemaakt. En dat is een soort sluis van privé naar het gastenverblijf. Ja. Waar jij woont, waar de bed and breakfast gevestigd is, hoe heet de naam van de bed and breakfast? Dat is de Bongerd. De Bongerd. Waarom heet het de Bongerd, terwijl het aan de Ruffelsdijk gevestigd is? Want ik wil graag praten over de Ruffelsdijk zo, maar eerst even de Bongerd. Ja. De Bongerd heeft te maken omdat het voormalige kerkengrond was. En omdat wij de kerktoren zien vanuit ons huis, het puntje van de kerk zien wij dan. Maar we hebben ook dat we op kerkengrond wonen. En vroeger, dat hoekhuis wat er dus nu nog staat, dat was bewoond door een koster of door een onderwijzer. Maar die hadden dus daar niet voldoende aan om daarvan te leven. Dus zij hadden in erfpacht dat stuk grond waar een boomgaard op was. Dus de opbrengst van die boomgaard was hun neveninkomsten. Ja. Vandaar dus die combinatie met het logo ook van mij. Met de Bongerd. De Bongerd, ja. Het stukje weg heet Ruffelsdijk. Ja. En jij hebt daar een geweldig interessant verhaal over verteld aan mij. Maar ik hoop dat je dat ook wilt delen met de kijkers. Want het was echt heel leuk. Ruffelsdijk, aan de andere kant van de Maas heet het Ruffelsweg. Ruffelsweg. Nou, ik wil het graag horen. Nou, de Ruffelsdijk is eigenlijk ontstaan omdat er heel veel bedevaartsgangers waren vroeger. En die hadden dus ook toentertijd de kerk gesticht. Maar zij zelf zaten op dat stukje kerkengrond. En dan hadden ze dus hun hutjes. Maar aangezien er vroeger geen dijken waren, liep de Maas nogal ver het land in en ook Leur in. En zij waren dat waarschijnlijk behoorlijk zat. Zij hebben daar een dijkje gemaakt. En de naam ruffel is een oud woord voor schep, spade. Vandaar dat zij dus op een gegeven moment zeiden, dit noemen wij, een Duits woord, Ruffelsdijk. Die Ruffelsdijk die loopt helemaal door naar Niftrik en dan krijg je dus een driesprong. En dan verandert de Ruffelsdijk in de Ruffelsweg. Voor vele mensen heel onlogisch. Maar uiteindelijk is de logica dat de mensen dus tot daar hadden zij het gevoel dat we de dijk. En dan liepen ze de weg naar het pont of naar de overgang, naar Brabant, naar de Sint-Jan. Want dat was het eindpunt. En veel was ook de Maas, dus niet, stond geen water in, dus ze konden er zo doorheen lopen. En als er wel water stond, dan was er een pontje. Dus het laatste stukje hadden ze dus echt genoemd, nou, de weg naar... Dat was dus het laatste stukje. Ja. Ja. En dat waren bedevaartgangers die naar de Sint-Jan en Den Bosch gingen. Ja. En die hebben ook de kerk gesticht in Leur. Ja. Ja. En dat is dus niet om een andere reden, niet door de eigenaren van het grote huis of wat dan ook. Al ver voor die tijd. Al ver voor die tijd, ja. Was daar het kerkje. Ja. Van wie is dat? Dat kerkje? Ja? Dat is van het Gelders landschap, van de Gelderse kerken. Niet het Gelders landschap, maar de Gelderse kerken is dat. Dat is een stichting. Dat is een stichting. Ja. En dat heeft niets te maken met de protestantse kerk in Wijchen. Ja, dat heeft het wel, want het was eerst de katholieke kerk. En dan krijg je op een gegeven moment de reformatie. Dat dus alle katholieke kerken weggevaagd zijn. Ja. En dan wordt het protestant. En uiteindelijk is dus deze kerk nooit meer teruggegeven. Toen uiteindelijk de katholieken weer vaste grond kregen en wel een kerk mochten hebben, is deze kerk nooit teruggegeven. Dus die kwam als ware onder kerkbestuur ook van Wijchen terecht. Dus uiteindelijk is het een hervormde kerk geweest. En begin jaren 80 is die dus verbouwd. En is dus uiteindelijk later, toen dus de verbouwing klaar was, is het dus een algemeen gebruik geworden. Dus dat die kerk dus bij de Gelderse kerken terecht kwam. En je kunt er trouwen, rouwen en dopen en concerten en wat niet meer. Waar moet je daarvoor terecht? Dan ga je naar het bestuur van de Gelderse kerken. Onder andere Hugo of Hannie van de Koppel. Hugo van Capelleveen. Van Capelleveen, die woont op het grote huis in Leur, waar omheen de andere huizen staan. Ja. Ja. Hugo van Capelleveen en Hannie van de Koppel, die kun je heel veel vertellen. van Leur en van de kerk en alles daaromheen. Ja. Ja. Je hebt ook gasten die langer blijven. Ja. Die gaan dan de hele omgeving verkennen. Ja. En dat is dus ook mogelijk om daar 3, 4 nachten bij jou te logeren. Ja, ja. Neemt dat toe of moet je het voornamelijk toch van een handelsreiziger en een passant hebben? Nee, ik hoef het niet van een handelsreiziger of een passant te hebben. Dat neemt inderdaad wel toe dat mensen dus 2 of 3 dagen blijven of 4. Dat neemt toe. Of ook inderdaad familiebezoek, hè, wat meerdere mensen. Nu komen de mensen uit Australië vandaan en die bezoeken hier hun familie. En die blijven dan ook 3 nachten. Ja. En dat kan. Ja. Ja. En hoeveel kamers heb je? Ik heb er 3. 1 is er dus helemaal ingericht voor de minder valide. Hè, en grote bedden, ruimte eromheen. Mijn eigen badkamer ook aangepast. De andere 2 delen de badkamer en dat is een 1-persoon en een 2-persoon. Ja. Oké. Okay. Marjan, ik hoop dat alle Wijchenaren die vandaag kijken hun familie bij jou gaan onderbrengen. Dan krijg je het nog ernstig druk, maar dat wens ik je niet toe. Maar wel dat ze de weg weten te vinden naar de Bongerd, Ruffelsdijk nummer 4. De weg vinden naar ons toe is natuurlijk hartstikke fijn, want we hebben natuurlijk veel te bieden. Heel veel succes en dankjewel voor je komst naar Café Anneke. Dankjewel.